Je SketchUp-model traag maken door het gebruik van één component. Hoi, ik ben Peter van SketchUp3D.be. In deze video wil ik jullie iets tonen wat belangrijk is te begrijpen als je aan de slag gaat met SketchUp en componenten. En ja, het is super belangrijk dat alles wat je meer dan één keer in SketchUp gebruikt uiteindelijk een component maakt. Dat is een van de eerste regels die wij jou zouden leren in onze tweedaagse training. Maar er is natuurlijk ook een maar aan. We hebben mensen die deze regel perfect volgen, maar er toch voor zorgen dat een SketchUp-model eigenlijk heel traag wordt. En in deze video wil ik jullie eigenlijk tonen hoe dat kan. Nu, ik zou ook graag willen weten, hè, ben jij een nieuwe SketchUp-gebruiker? Geef dan even in de comments aan nieuw. Of ben jij een ervaren gebruiker? En geef dan in de comments even aan ervaren. Kan ik altijd een beetje zien. Hè? Zijn het meer ervaren of nieuwe mensen die kijken? Want een SketchUp-tip maken elke dag is leuk. Maar sommigen zeggen, ja, ik ken al je tips al. Dat is dan helemaal top. Maar ik ben er zeker van dat voor heel veel mensen heel veel van onze tips totaal nieuw zijn. Maar goed, daarvoor maken we ze natuurlijk ook. Nu, ik heb hier een haakje. En dit model komt uit de Podium Browser bibliotheek. Als je Podium gebruikt, hè, kan je daarbij Podium Browser aanschaffen. Wat een externe of een extra bibliotheek is op SketchUp en Podium. Kan je vergelijken met 3D Warehouse. Het grote verschil is dat deze modellen beter gemodeld zijn, meer in orde zijn dan wat je soms in 3D Warehouse vindt. En nog belangrijker is dat alles renderklaar is als je het met Podium rendert. En daar bedoel ik, je ziet een lampje als een lampje. En als je dat in Podium in SketchUp binnenhaalt, zit er ook een lampje in dat als je rendert, het lampje brandt. Maar andere dingen zoals reflecteren, metaal enzovoort, hebben extra eigenschappen. Dus als je hier iets van binnen haalt, dan gaat het ook direct correct renderen zoals het moet, met reflectie en ruwheid enzovoort. Dat terzijde. Nu, natuurlijk begrijp ik dat je liever in je render zulk haagmodel zien in plaats zulk. Begrijp ik 100%. Maar misschien komt het probleem op het moment dat je 500 meter haag moet gaan creëren met dit model. Natuurlijk, dit is gewoon een component. En als ik mijn project zou saven, en ik kijk naar de bestandsgrootte, dan gaat dit meevallen. Wel, 1.7 megabytes. Oké. Okay. SketchUp doet het. Oké. Okay. En ik ga ze niet achter elkaar zetten. Of mooi achter elkaar zetten. Maar ik ga 15x doen. En nu zien we dat SketchUp al iets trager wordt. Als ik nu dit save. Dus we zien nu SketchUp iets trager. We hebben net gesaved. En de file is nog eigenlijk net even groot. Dus de file size op zich is niet groter geworden, maar SketchUp moet wel al die elementjes gaan tekenen. En als je goed kijkt, als je deze view hebt, dan zie je dat er heel veel losse vlakjes eigenlijk op die haag zitten om er een haag als met bladjes van te maken. En als je dit nu nog eens 10 keer kopieert, dan ben ik er zeker van dat SketchUp heel traag begint te worden. Maar de file gaat nog altijd maar 1.7 en iets megabyte zijn. Dus ja, het gebruik van componenten is essentieel. Maar natuurlijk, vooral naar groen toe, blijft het zo dat als je ook al heb je een zwaar object en je stopt het in een component en je gaat dit meerdere keren gebruiken, de file size wordt niet groter, maar
SketchUp moet natuurlijk alles wel blijven tekenen en dat gaat nog altijd het een boel vertragen. Er is weinig aan te doen, tenzij je andere oplossingen gaat kiezen en een andere workflow gaat kiezen. Maar dat is voor een andere video. Het gaat nu vooral op, hè. Je kan inderdaad met componenten werken, maar denk eraan dat deze ook altijd nog getekend moeten worden en dat daar dan ook ergens een limiet zit aan wat SketchUp nog altijd kan verwerken. Hangt af van je hardware, hoe complex is het ding. Vond je dit een nuttige video? Graag een likeje of een duimpje. Tot in de volgende video.